Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Hallo. Ja, hallo. Nou, we gaan dus een Avatar Lock doen. Ja. Dat ga je zien in deze video. Dat was het, dat wou ik even zeggen. Oké, ik ben weer benieuwd. Eventjes voor de duidelijkheid. Jij bent net op Mount Hokulani geloof ik om de volgende trial te doen, toch? Eerlijk? Ik heb geen idee. Even kijken. Ik ben in een Pokémon Center. Oh, ja. Oké, weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik nog heel eventjes gewoon SOS proberen te hunten. Totdat jij klaar bent met de trial, zodat we weer gelijk lopen. Want anders loop ik elke keer voor. Ja, is goed. Ja? Oké, dan doen we dat. Dan is het vooral de actie is bij Sander op het scherm. En hopelijk krijg ik een shiny. Dan is er ook actie bij mij. Ja, precies. Dus als je het allemaal niet goed vindt op mijn scherm, dan kijk je lekker naar Milan Shiny Hunt. Nee. Precies. Maar Sander, weet je wat ik vandaag heb gedaan? Buiten dat ik naar de kapper ben geweest. Die kapper wist ik natuurlijk. Natuurlijk. Nee, dat wist je niet. Maar dat heb ik ook gedaan idee. Vandaag. Ik heb ook geen idee. Wat ik heb gedaan is, ik heb mijn eerste Pokémon-kaart opgestuurd om te laten graden. Oh, ziek. Yup. Nee, dat is wel vet. Dat is wel vet. En als die Rainbow Pikachu een 10 is, dan is hij gewoon $565 waard. Dat is echt veel. Yup. Dus we gaan het zien. Ja. Maar echt. Ik heb echt geen idee hoe deze trial ook alweer werkt, maar ik ga gewoon in dingetjes en dan komt het vast goed. Ja. Yeah. Hier is die man. Die, Molijn. Sofoli. Oh, Sofoquies, ja. Ja, hij heeft een rare naam, Sofoquies of zo heet hij. En ik zag zo'n sticker. Ik hou van stickers. Wat moet je zonder stickers? Wow, hij deed veel damage. We doen even Ik ga niet dood. Wat? Ik zeg, ik moet even swappen. Ik denk dat ik gewoon ga rennen, want... Ik moet even lezen, denk ik. So it will be a huge help if you will go call all the charger bug for me. Ja, dan moet je buiten, moet je dat doen. Nou, moet je helemaal naar buiten lopen. Sjoen. Die dingen gebeuren. Ja, ik zie het. Ja, ik zie het. Dit is mooi alleen. Zap. Oeh, Tangrowth, what the fuck? Oké. Okay. Missing tree charge bug. Nou, dat moet wel te vinden zijn toch? Oh, en hij laat me letterlijk zien waar ik moet zoeken. Oké. Ja. Nee, ja. Hallo, het is Sun and Moon, hè? Vergeet dat niet. Hey, ik ben iets kwijt. Ja, daar ligt het als je het zoekt. Oké. Moet ik nu ook nog tegen hem praten? Oh nee, dat niet. Maar we moeten wel weer even oefenen met hallo zeggen, want anders vergeet je het straks. Maar is dit het? Is dit de hele trial? Ik moet dingen zoeken en dat het super obvious is. De trial is nog niet begonnen, hè? Ik dacht al. Ik vond het al raar. Stefania Buck is missing. Oh! Hij geeft ze allemaal een naam. Ja, oké, ik snap. Goed zo, ik ben trots op je. Waarom loopt de game vast? Oh nee, hij loopt niet vast. Het is wel een lang shot, maar... Heb je gezien dat er eentje wegkroop, zeg maar? In de achtergrond. Oh ja, ik zie hem. Ik zie waar die is. Hij zit bij die bus. Yep. Even kijken. Ja. We found. Nou, Slakot. Roep eventjes een shiny Pokémonnetje. Ja, dat doe is dat. Geen, dat doe is dat. Geen shiny Pokémon. Oké, top.
Oh, nu kan ik hier natuurlijk in. Nee, ik snap hem. Dat duurde echt lang voordat ik hem snapte. Maar, ja. Ja, ja. Ja, je hebt soms heb je eventjes tijd nodig. Oké, bla bla bla. Ja, dat wilde ik wel, die trial. Is trial vernieuwd? Want ik kan me hier dus echt helemaal niks van herinneren. Ja, die trial is wel anders volgens mij, ja. Zet de chargerbug in a line. Oké. Okay. Huh? Hij doet het voor ofzo, of zo, of... Ah ja, oké, hij deed het voor. Ik dacht al, waarom hoef ik niks te doen? Maar dat klopte dus. Oké. Ik denk als ik dit doe, ja. Dan die. Ja. Ja, tevreden. Solve it. Easy. Dan moet je tegen een Pokémon. Welke Pokémon moet je? Weet ik nog niet. Ik moet eerst nog een heel plaatje doen van hoe een... Vikavolt iets doet of zo. Ja, ja. Zap. Nou, nu moet ik tegen een Pokémon. Oh, wrijven ze er weer in dat ik een Pokémon ben verloren die goed was. Onze Trevenant. Ah, ja. Die heb ik ook ooit gehad. Voor de mensen die dat nog niet wisten, of vergeten waren, vooral denk ik. Het is dus wel gebeurd. Het is zeker gebeurd. Tja. Hoor, wat doet hij nou? Hij doet... Gebeurd. Oh, Ingrain. Dan gaat hij zichzelf rielen. Ja, dat is niet zo heel poggers, maar... Ja, ik ga wel voor die risk, man. Icicle Crash. En het werkt. Het werkt gewoon. Prevenant is 1-hit KO, dat is fijn. Nou ja, switch en daarna 1-hit KO, maar... Wel 1-hit KO, dus... Dat... Niet zo moeilijk doen. Die switch boeit even niet. Nee. Dus de volgende... Ja, nog een paar Pokémon te gaan. Joltik is zo cute, hè. Joltik. Is dat de voor-evaluatie van Galvantula? Ja. Ja, die is wel leuk. Een Gen 6 Pokémon en alsnog weet ik het gewoon. Gen 5. Oh ja, tuurlijk, ja. Dat wist ik. Nee. Mm-hmm. Ik was in de war met Helioptile. Oh, die is natuurlijk wel Gen 6. Yep. Maar... Welke type is die? Normal Electric of Electric Normal, dat weet ik niet. Ik ben trots op je, Sander. Ik weet de volgorde niet, maar ik weet wel dat die ook normal is. Ja, in Pokémon maakt de volgorde ook niet uit. Nee, dat is... Nou ja, totdat je een Soling doet. Dan wel. Hoor, heb ik nou die boost gekregen van de Asian Power? Oh nee, de face of Nissel is omlaag. Jammer. Gaat die weer Sweet Sand, hoor. Deze man. Gewoon, jij wil gewoon jouw zoete geur doen. Ja, maar dan ga ik niet kunnen... avoiden. Welke ontwijken. Moet je nou? Oh, dat was een Ribombi. Nou. Ja. Nu, last but not least. Wat is de derde gozer? Huh? Hoe werkt het? Je moet er nu eentje schuin doen. Diagonaal, maar. Dan heb zeg ik het maar. Denk ik verpest. Nee, je kan het niet verpesten. Het kan altijd nog, zeg maar. Oh ja, nee, oké. Waarom komt er zo vaak Slakot? Hier zou ook een Metapod moeten zitten. En die Metapod is tenminste een beetje te zwak zonder dat hij mij aanvalt. I did it. Ik ben trots op je, Sander. Ik ook. Oh! Dat is zo'n C. Is dat toevallig van zo'n Z-crystal? Zou zomaar eens kunnen.
Ik denk wel dat het daarom een C is. Een Z. Sorry, ja. Hoe? Gaat hij nu attacken? Je weet het niet. Jawel. Ik weet het wel. Oh. Ik ben benieuwd wat je totem Pokémon is. Ja, ik ook. Maar Togemaru gaat nu dood ofzo? Of, Nee, die absorbt het. Top 10 anime deaths. Togemaru die doodging. Ja, die vond ik wel top 10 hoor. Wat een naad met Togemaru. Nee, nee, nee. Dat is toch zo'n meme van Watch Mojo dat je top 10. Miss Drievers, oké. Okay. Die kan ik wel aan, denk ik. Dat hoop ik. De fans. Oeh. Wat vond je nou eigenlijk voor van Hearthstone Battlegrounds? Het zag op zich wel leuk uit, alleen ik snapte het niet goed genoeg of zo. Nee, maar jij hebt wel een. Hoe noem je dat? Een verleden in Hearthstone, zeg maar. Je hebt het wel eens gespeeld, dus. Ja. Ik denk dat als je het een keer speelt, dat het heel snel duidelijk wordt. Want ik ben niet zo bekend met Hearthstone en ik snap het ook. Ja. Maar het is best wel leuk. Ik vind gewoon Hearthstone niet zo leuk, maar Battlegrounds vind ik dan wel leuk. Hm. En ik was eerste geworden op stream. Ja, dat had ik gehoord. Alleen van jou wel, maar. Ja. Ik wil even een vraagje. Is Bug super effective op Ghost of Dark? Op Toen Dark, was het dacht ik. Volgens mij op Dark. Ik ga het toch gewoon proberen. Misschien dat het werkt. Oké, okay, en een mean look. Misschien had ik toch moeten switchen. Ja, oké. Okay, nee, dat deed echt letterlijk niks. Dat was zelfs not very effective. Oef. Oh, die Magneton. Ik denk dat dat... Mijn Steamboy gaat dood. Oh jee. Denk ik. Ja, die Magneton is gewoon heel goed. Mm-hmm. En voor de rest zit ik er een beetje mee dat ik niet kan switchen, want hij deed de Miss Drievous deed niet. Oh, dat is kut, ja. Ja, Miss Drievous. Miss Drievous gaat nu Pain Split doen, dat is ook kut. Heb ik net helemaal geheeld. Zou de Miss Drievous nu Pain Split doen? Dan kan ik Miss Drievous uitschakelen. Ah, en daar heb ik niks aan. No. Wie is Steamboy ook alweer? Amaldo. Oh ja. 70 HP, maar dat. Dat gaat dus niet werken. Oh, wat kut dit. Sorry voor de schelden. Ik weet, het is een. PG-3 channel, maar. Mm-hmm. Sure. Ik kon het niet laten. Ga ik Max Potion pesten of... Ik ga... Oké, ik ga gewoon proberen. Lemonade. Als het niet werkt, dan is hij dood. Zul je zien dat... Oh, ze doet Hex. Oké. Oh, ik ben dood. Mirror Shot, ja. Oef. Die Hex deed meer dan... Rip. Wat Steamboy. Welke Pokémon heb je die goed is tegen Pokémon waar je tegen moet? Magneton. Niks. Dan heb je een fight of een ground Pokémon, hè? Want ground is keer 4, want hij heeft geen levitate. Ja, dat weet ik, maar dat heb ik niet. Oef. En voor de rest weet ik eigenlijk de weaknesses van Steel niet. Is water een weakness? Nee. Ja, oh ja, fire en ground, die weet ik. Alleen, die heb ik alle twee niet. Nou, dat is jammer dan. Maar water is sowieso risky, want electric. Ja, maar water is volgens mij not very effective tegen steel. Ja, oké, okay, maar dan... Alsnog, dan... Is het sowieso gevaarlijk om me uit te zetten. Nou, flying ga ik ook niet doen, want het is electric nog steeds. Poison grass zou... Kunnen? Dat is allebei ook niet ideaal. Niet ideaal, maar het kan wel. Mm-hmm. Dan heb ik
normal. Die heeft wel een crunch. Welke normal? De Exploud. Die heeft wel crunch, dus dan kan ik Misdreavus uitschakelen. Ja, dat zou ik doen. En hij heeft Firefang. Oh, nou dan is het al helemaal een makkelijke keuze. Ja, dan ga ik dat wel doen. Oké, ik denk dat ik eerst... Wie wil ik eerst? Ik denk dat ik eerst die Mirror... Die Magneton weg wil met zijn Mirror Shot. Pain Split. Oké. Oké, dat deed half. Het probleem is als je eerst een Magneton doet, dat Misdreavus misschien meteen nog een Magneton spant. Ah, kan ik dan misschien toch beter eerst Misdreavus uitschakelen? Dat denk ik wel, ja. Alleen die Mirror Shot doet wel veel damage. Daar ben ik gewoon bang voor. Aan de andere kant, ik ben nu laag HP. Stel Misdreavus zou nu Pain Split doen. Dat gaat hij sowieso niet doen, maar... Ja, hij doet maar. Ja, hij doet wel Pain Split. Oké, dat is gunstig. Want dan krijg ik meer HP en hij minder. Oké. Dan denk ik... Niet dat ik hem dood heb. Nou, dat dacht ik wel, alleen toen zag ik dat het niet was. Sad. Accuracy fail. No, waarom gaat het steeds zo slecht bij mij? Wat heeft dat deze game een hekel aan me? Geef de game maar een schuld. Bruh. Ik vind een Magneton... Oh, gaat hij weer pain splitten. Oké, nee, ik moet echt die Magneton uitschakelen. Eerst... Skybeam! Oh, hoeveel gaat het doen? Niet zoveel. Oké, dat viel mee. Ja. Oké, Magneton is neer. Oké. Please fill the SOS. Oh, hij doet geen SOS? Ziet? Misschien de eerste beurt niet. Kijk. Nu zou ik een Max Potion kunnen doen. Maar dan heb je wel de kans dat hij wel gaat bijroepen. Ik weet niet, kan je niet one hit kill met crunch? Nee. Dat doet echt nog geen 1/8, joh. What the fuck? Ja, nee, dat is echt... Dat doet echt niks. Pain split, oké. Op zich is dat niet zo erg nu. Crunch. Ik doe het gewoon. Pain split, oké. Apart, maar... Oké, misschien doet het net 1/8, maar veel meer doet het ook niet. Maar die, ik kan hem nu al tanken, dus... Oké, hij gaat nu SOS'en. Ja, daar was ik al bang voor. Zolang het geen Magneton is, een Mimikyu. Oké, dat wordt er niet beter op. Nee, ik wou net zeggen. Al kan je dan met... trouwens, dat is Fairy natuurlijk. Ja, maar als ik Crunch doe... Oh, dat ook nog eens... Ik wil zeggen, als ik crunch doe, dan heeft hij die disguise ability. Mm-hmm. Dan kan je dus misschien beter met jouw poison Pokémon die Mimikyu straks doen. Dan zou ik eerst die Misdreavus proberen te killen. Ja, en die heeft pain split, dat is ook best wel kut hoor. Ja, daarom moet die Misdreavus dood, zeg maar. Ja. Ik had wel eerst. Aan de andere kant, Mirror Shot deed veel meer. Holy damn, dit gaat echt nog wel even duren. Nou, was ik wel bang voor, ja. Hey, het ligt niet aan mij. Als ik nou traag bezig was, dan had ik gezegd... Yo, gast, ik ben echt een debiel. Maar dat vind ik nu wel meevallen. Ik wil gewoon niet dood of zo. Ja, heel raar. Oké, Pain Split. Oh, omdat ik heal. Dat hij ook. Of ik moet... Firefang in de hoop dat hij burnt raakt. Het is wel niet super effective, maar crunch het ook niks, dus... Heb je geen special Pokémon? Dat je gewoon speciale aanvallen doet? Ik denk dat het probleem is dat je... Oh, hij heeft die defense, dat is het natuurlijk. Ja. Ja.
Ik denk dat je beter... Welke Pokémon heb je die Grass Poisonous? Weeping Bell, hè? Ja, Weeping Bell. Ja, ik weet niet of hij een goede Poison aanval heeft, maar anders kan je het beste... Acid is wel goed. En Acid is... is dat special? Kijk hoor, ja. Ja, dan zou ik gewoon Weeping Bell en dan gewoon... Acid spammen, zeg maar. Oké. Okay. Dan kan hij ook nog gepoisoned van raken, toch? Weet ik niet, heb ik niet gelezen. Oké. Okay. Pain split, ja, dat is... Oh, dat valt veel mee qua damage. Is May lower their special defense stat? Oh, ik heb hier ook spoor op. Misschien kan ik het beste... Een van de twee sporen. Dan denk ik alsnog dat je gewoon het best acid kan doen. Want als je acid doet, dan gaat zijn special defense omlaag. Oh, dat werkt op alle twee. Ah, oh, dan dat al helemaal. Chill. Ja, dat wist dan ik niet. Helemaal. Nee, dat wist ik ook niet. Maar dan al helemaal. Psybeam, oh. Psybeam is super effective. Oh, ja. Weeping Bell is ook dood. Wow, dat is echt genaaid. Wie deed op Psybeam? Miss Dreavus. Dat is toch helemaal geen psychische Pokémon? Ja, dat dacht ik ook. Ik weet ook niet waarom ik dit doe. Hebben we Surf? Nee. Oh nee, tuurlijk niet, want in deze game heb je niet... Is dit special? Ja, dit is wel special. Dus dan doe ik dat op de Misdreavus. Oké, Crunch. Ik even checken of Misdreavus niet Ghost Psychic was, maar dat is niet zo. Nee, dat wist ik wel. Maar dat die jou zonder step killt is wel echt kut. Nee, 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 ik was al laag door de, oh, door de Mimikyu. Ah, oh, oké. Okay. Daar werd ik mee genaaid eigenlijk. Ik was op 20 HP, alleen ik... Ja. En dat komt omdat ik 2 hits moet vangen. Omdat het 2 tegen 1 is. Yay. 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 Oké, okay, Confusion. Ik denk wel dat mijn hele team doodgaat, maar... Hex. Ik weet niet of... Oh, dat overleeft hij. Oké, dat had ik niet verwacht. Ik ga wel Max Potion doen. Ja. Ik heb nu wel een Step Special Water Attack, dus dat is op zich wel chill. Mm-hmm. Ah, ik word nu natuurlijk 2 keer gedamaged. Please wees confused. Psybeam. Oké, maar dat doet niet veel tegen Boompad, denk ik. 15. Boompad is... Blastoise. Waarom Boompad? Weet ik het. Oh, boom! Nee, ik weet ook niet. Pain split? Oké, dit is gunstig, want nu wordt... Oh nee, dit is niet gunstig. Ik dacht even, want nu word ik geheeld, maar hij heeft minder damage, dus dan word ik niet geheeld. Dat is niet hoe dat werkt. Ik heb eindelijk, na 24 minuten, heb ik eindelijk de metapod gevonden. Ja. Zodat ik, als ik hem niet kill, kan SOS'en, want hij doet bijna geen damage. Ah. Nice. Oké, ik hoop dat ik eerder was dan Misdreavus, anders ben ik fucked doordat ik ze net heb geheeld. Mimikyu doet crunch. Oké, dat kan niet tanken. Kill de Mimikyu. Of de... Misdreavus. Nee! Dat gebeurde. Oké, pain split. Oké, ik leef nog. Oh, nu wordt het wel lastig. Ik denk dat die Misdreavus zichzelf struggelt. Ja, dat denk ik ook, als het nog lang duurt. Hey, dit keer ben ik niet lang aan het wachten met mijn antwoorden of met mijn attacks. Alleen, het gaat gewoon slecht. Kan gebeuren, niks aan de hand. Oké, Water Pulse, please kill. Oké, Crunch kan ik tanken. Als nu Misdreavus een hex doet, dan ben ik wel dood en hij het overleeft. Maar dat doet hij niet. Oké, dat is chill. Dus in ieder geval 1 tegen 1. Dat is fijn.
Ik ben wel zoals al mijn healing items kwijt, maar... Ja, ik moet wel healen. Go Sander. Volgens mij had ik nog wel een grass type in de PC. Weet ik veel. Great. En anders kan je echt wel binnen... Anders kan je echt in de buurt wel ergens een grass type vangen hoor. Ja, dat is waar. Steel is super effective tegen fairy, zeker of niet? Ja. Misschien... Oké, ik ben 50 HP. Ja. Yeah. Met een crit ben ik dood. En mijn crit crunch. Als hij geen crit heeft, leef ik. Sowieso. Oké, ik hoop, boy, dat is leuk. Alleen, nu is de vraag. Moet ik de steel type move doen? Boomburst of zo was het? Nee, flash cannon. Ook goed. Ik wou net zeggen, boomburst hit je zelf toch ook, of niet? Nee, flash cannon is het. Oh. Zou dat? Alleen hij heeft nog de disguise. Want die acid is nooit geraakt natuurlijk. Oh, dat is goor. Moet ik dan de risk nemen? Is de Mr. Reeves al dood? Ja, de Mr. Reeves is dood. Ja, dat zou ik gewoon flash cannon doen. Oké. Huh? Oh, zijn ability is gerandomized, zeker. Oh, ja, tuurlijk. Oké, en ik leef het. Een crit had ik inderdaad niet overleefd. Maar... Ik heb het wel overleefd. Daar gaat het om, baby. Daar gaat het om, baby. Lekker, Sander. Ja. Oké, crunch, die kan ik nu tanken. Oh, de fans gaat omlaag. Ik denk al, heeft hij nu een crit, maar... Faint attack. Is dat beter of slechter dan crunch? Slechter, oké. Crunch is veel beter, ja. Oké, hij is eerst, dus ik moet sowieso mijn laatste lemonade gebruiken. Oh, één na laatste, ook goed. Wat een gedoe, man. Ik had liever een Fika volt gehad, denk ik. Shadow sneak. Oké, ja, nee, dan... Nou, bij jou, ik vond bij deze... Kijk, weet je, het is dat jij niet de goede aanval had voor Mr. Reeves, omdat Mr. Reeves helemaal niet zo goed is, maar het probleem bij jou is dat je en een Mimikyu en een Magneton krijgt, die gewoon allebei goed zijn. Ja en dat hij defense had, ja. En ik heb heel veel physical attacks, yep. En de pain split. Dat is ook nog een groot dingetje. Oké, nou... Nu moet ik een rock type opnieuw vinden. Volgens mij had ik nog een Oma Star. Of Oma Knight. En maar een heb PC. Je gewonnen inmiddels? Ja, ik heb gewonnen. Oké, dan gaan we zo meteen de aflevering beëindigen als je naar de PC bent en een Pokémon hebt gevonden die je gaat gebruiken. Ja. Twee Pokémon's. Want er zijn twee dood gaan, toch? Weeping Bell en, ja. En Armaldo. Ja, maar Armaldo kan ik vervangen met... Omastar. Hoe heet het? Omastar, ja. Dus. Oké, ik ga even gaan naar het Poke Center. Nee, laat ik eerst eventjes de devs weggooien. Oké, ik heb... Voor grass types heb ik Grassman, dat is een Sea-Waddle. Dat is geen poison type. Die wil ik wel eigenlijk ook. Goed, ik ga eerst eventjes Weeping Bell wegdoen. Dus goed. Dan nog zonde. Dan doe maar op wat je hebt. Ja. Weeping Bell en Steenboy is ook fainted. Oké. Steenboy weet ik al. Die gaat vervangen worden door Opa Ster. Omanai. Om een star bedoel ik. Dan hebben we Morlul. Dat is Grass Fairy. Die is wel goed. Dan hebben we Arbok, de Poison Type. De Poison Type. Mm-hmm. Ja, nou ja. Grassman. De Sea-Waddle. Bug Grass dus. Mm-hmm. Oh ja, Bug mis ik nu ook. Oké, ja. Dat maakt even niet uit. Dan hebben we Pansage, maar die is
alleen grass, dus dat is niet zo heel handig. Mm-hmm. Op het Tangela. Ook alleen grass. Ja. En Breloom. Breloom is wel goed. Ik denk dat Breloom het beste is, of niet? Of voor Breloom of voor Morlul gaan, want Shinotic is best wel een sterke Pokémon. En omdat je nog geen Fairy in je team hebt, is dat misschien ook wel goed. Want Fairy is gewoon een hele goede type. Ja. En anders zou ik voor Breloom gaan. Breloom ja, is goed. Altijd solid. Nou, dan noemen we dit. Heel eventjes hoor. Zo terug. Dat is een apart einde van de aflevering, maar we gaan het zien wat er gaat gebeuren. Genieten wij eventjes van de achtergrondmuziek. Dus jongens en meisjes, deze aflevering is bijna afgelopen. De volgende aflevering. Oh, ja. Ik ben er weer. Hij is er weer. Oké, dus wat was je team nou? Omastar en Morlul heb ik erbij gedaan. Oké. En Morlul moet ik dan eventjes trainen en Omastar trouwens ook. Ja. Oké, nou dan zien we jullie de volgende aflevering weer. En dan gaan we, ik weet eigenlijk niet wat er hierna komt, dus dat gaan we zien. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.